Johan de Vos, een auteur, een fotograaf, schreef een boek over Charleroi. Charleroi kennen we als de meest lelijke stad van België, zeggen sommigen. Johan is er naartoe getrokken en heeft daar een kleine 200 mensen geïnterviewd en gevraagd wat zij dachten over schoonheid. Het is een ontroerend boek. En waarom zeg ik dat nu? Wel, André Navé, de kunstenaar over wie we het hebben, woont in Wallonië. Voor hem gelukkig niet in Charleroi, alhoewel dat Charleroi veel verborgen schoonheid heeft. Genoeg reclame, laat ons het over het werk van André Navé hebben. Want hij schept schoonheid. Hij schept op een complexloze manier schoonheid. Aan dit werk kan je dat al zien. Eerst misschien vertellen hoe het tot stand komt. Het zijn aluminiumplaten en daarop zijn smeert die, stukt die, metst die, als het ware, met cement en pigment. Hij maakt twee luiken. En dat is niet onbelangrijk. Het ene luik hier heeft een heel sterk relief, zodanig dat het licht kan spelen. Het andere luik is veel matiger wat relief betreft en natuurlijk ook veel donkerder. Hier zou je kunnen spreken, het lijkt wel bronspatine, hè? Een patine die we hebben op beelden, op bronzen beelden. En dit paneel trekt eigenlijk onmiddellijk uw blik. Uw blik wordt gevangen door dit paneel. Maar dit is even noodzakelijk. Het is een paneel, zwart en diep, dat rust brengt. Dat een dialoog aangaat. Het is bijna zoals goed en kwaad enzovoort, en u kent dat allemaal. Maar het brengt rust in de situatie. En het geheel is bijzonder. Anderzijds is het ook belangrijk om hier te stellen hoe Navé zich helemaal inbedt in de moderne tijd. Want dit is geen schilderij dat een venster is op de wereld, hè? Zoals in der tijd, in de Renaissance en zo verder. Hè? Maar het is een object op zich. En het wil ook niet anders zijn dan een object. Een object dat schoonheid brengt, wel degelijk, dat er is om zichzelf. Voilà. Ik zou zeggen, het is iets waar u vooral rustig moet naar kijken. Het in u laten doordringen. Erbij zijn, ernaast zitten, ervoor zitten, dat zijn, ja, de gegevens die je hebt, ik zou zeggen, meer moet het niet zijn. Het is er en het is bijzonder mooi.